finalisten die gaan hier over de baan. We zien aan de binnenkant de goede stap met 102 Jurgen van Haten. Hij pakt die toppositie, dat doet hij aan de voorstander Teunissen. Die staat daar op de tweede plaats. Zien we daar de strijd om de derde plaats. Is tussen de man met 101 op zijn bordje, Stijn Belangrijs. En de man uit Wildermalse daar dan achter Jeden Prins, die op die derde positie inmiddels komt doorgeschoven. Komt er ook een aanvalletje. Een aanvalletje van de leider van het thuisje. Met 7-67 titel, Justin van Loo. Doorschuiven naar de vierde positie. Dat schuift het hele spulletje elkaar. Dan zien we er ook nog best wel Broyers zich bemoeien met die strijd in de vierde plaats. Is nu toch de man daar. Hier zo met 7-7 is